De eerste koning van Nederland was een Fransman. Dag dames en heren, en goed dat u weer kijkt naar de enige echte lokale omroep RTV Dordrecht. Vandaag gaan we een heel stuk terug in de tijd. De beschieting op Dordrecht. U zag het al even in beeld, de verdwaalde kogel. En dat heeft alles te maken met de beschieting van de Fransen in 1813 op Dordrecht. Maar ja, geschiedenis, ja, wat is waar en wat is niet waar? Ik ga er proberen achter te komen vandaag met mijn gast. Henk Mesman, hij is amateurhistoricus. Hallo. En u bent stadsgids. Ja, klopt. Dat klopt, hè. Voordat we het gaan hebben over die beschieting, gaan we even terug naar 1789. Ja. Daar gebeurde wat. Vertel. In Frankrijk hadden de mensen genoeg om constant gecoïneerd te worden door de monarch en door de kerk. En die hebben daar de Franse Revolutie uitgeroepen. Ja. Nadat die Franse Revolutie daar geweest was, kwamen ze tot de conclusie, we moeten de rest van Europa ook een beetje bevrijden van hun kwelgeesten. In 1795 zijn de Fransen binnengevallen en is Willem V, stadhouder, toenmalig stadhouder, is gevlucht naar Engeland. Nederland is toen een vazalstaat geworden van de Fransen, de Bataafse Republiek. Daarna, in 1806, is het Koninkrijk Holland geworden. Dat weten de mensen ook niet. Maar de eerste koning van Nederland was een Fransman. Mm-hmm. Koninkrijk Holland geworden. En in 1810 zijn we ingelijfd bij Frankrijk. Nou, in eerste instantie waren de Nederlanders heel blij dat ze bevrijd werden van de Oranjes. Maar na de hand, toen Napoleon het continentaal stelsel invoerde, toen lag onze handel volkomen stil en hadden de Nederlanders eigenlijk een hekel aan de Fransen. Ja, want toen de Fransen in 1795, was trouwens de tweede poging, hè? Want 1793 hebben ze het ook een keer geprobeerd, lukte toen niet. Nee. 1795 kwamen er 300 Franse militairen de stad binnen. De Dordtenaren waren uitzinnig van vreugde, hebben 5 dagen lang rond een vreugdeboom met ze gedanst. Vrijheidsboom noemen ze dat. Vrijheidsboom, maar dat verdween al snel, die vreugde. Ja. Omdat natuurlijk, er werd een brandschatting werd opgelegd door de Fransen. Wij waren per slotverrekening bevrijd van de Oranjes. En wij moesten in ieder geval een zeker bedrag betalen. Zodat ze vrijgewaard werden van allerlei oorlogskosten, die Fransen. Ja. Want nou bracht mijn cameraman, die altijd alles in beeld brengt. Ja. Ja, dat is een gevleugelde uitspraak geworden in dit programma. Ja. Die bracht net de verdwaalde kogel in beeld. Ja. Is dat nou echt erin geschoten destijds? Nou, we staan hier op de Varkenmarkt. Ja. Ja? En vanaf Papendrecht zijn ze gaan schieten, die terugtrekkende Fransen. Dus Fransen probeerden de stad te heroveren eigenlijk. Omdat hier heel veel voedsel aanwezig was enzovoort enzovoort. Dat wilden ze hebben. En die kogel die is daar vandaan gekomen, die kan natuurlijk nooit in zo'n boogje in die muur gekomen zijn. Dat kan gewoon niet. Dus hij is op het dak gevallen waarschijnlijk, want het werd met krombogenschut weggeschoten. Op het dak gevallen en de mensen die er toen de tijd woonden, hebben als nagedachtenis, hebben ze die kogel daar ingemetseld. Oké, en wat is dit voor kogel? Want er zijn verschillende kogels gebruikt, heb ik begrepen. Ja, dit is gewoon een massieve stalen kogel en die is weggeschoten met een soort van mortierachtig geschut, wat schuin omhoog stond. Maar er waren ook andere kogels. Dat waren holle stalen kogels. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Daar komen we straks op uit. Ja, goed. Maar de bekendste kogel in Dordrecht is natuurlijk de kogel in de Grote Kerk. Ja. Aan de zijde van de Grote Kerksbuurt. Ja. 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 Ik stel voor dat we daar naartoe lopen en daar het verhaal weer even verder oppikken. Oké, okay, ja? Prima. Henk, we zijn inmiddels bij de Grote Kerk gekomen. Ja. Maar kun je mij vertellen, wat ging er nou aan die beschieting in 1813 vooraf? Zal ik je vertellen. In oktober 1813 werd Napoleon verslagen in Leipzig, de volkerenslag zoals je weet. En de informatie drong langzaam in Nederland door. En toen zijn de Fransen gevlucht vanuit Den Haag, Stazard, de prefect. En vanuit Dordrecht zijn ze gevlucht naar Gorinchem, vestingstation Gorinchem. Daar hebben ze het nog uitgehouden tot 1814, februari 1814. Maar
Stazar kwam er al snel achter dat er in Gorinchem eigenlijk geen voedsel was, geen medicamenten waren. En Dordrecht had in die jaren een distribuerende taak. Dus wat dachten ze? We gaan Dordrecht heroveren. Toen zijn ze 22 november, 's ochtends om 6 uur, zijn ze vanuit Papendrecht zijn ze overgeroeid naar de Riedijkspoort. En bij de Riedijkspoort stonden twee schildwachten. Ja, even. Die waren daar neergezet door meneer Belaerts, de stadscommandant. En die schildwachten zeiden, stop, jullie mogen niet verder. Oké. Okay. Nou, de Fransen die zeiden van, dat doen we niet, wij willen door. En toen werd er een schot gelost, midden in de nacht, kan je het voorstellen. Het is aardedonker die stad, midden in de nacht, ijskoud. 22 november, 's ochtends om 6 uur. De hele stad hoorde dat. En men schrok natuurlijk wakker. Het was voor de Fransen aan de overkant in Papendrecht een teken om het bombardement te beginnen. En er zijn onder andere kogels afgeschoten. En hier zie je er eentje natuurlijk. Ja, op de Grote Kerk. Maar, op de Kerk, ja. De Fransen beschoten in 1813 Dordrecht met kogels. Achter ons gaat er een andere beschieting, een verbale beschieting vindt er plaats. Dus een buschauffeur en een chauffeur van een busje. Die niet achteruit wil rijden. Dus nu hier is ook een padstelling ontstaan. Ja, 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 ja. Dat is zeg maar Papendrecht, dit is Dordrecht. Ja. Wie gaat het winnen? Ja. We bemoeien ons er even niet mee. Nee. We gaan terug naar andere tijden. De kogel, hij zit daar bovenin. Maar ja, ook hier weer de vraag. Is die kogel er nou echt ingeschoven? Is het een broodje aap verhaal? Nou, een broodje aap verhaal gedeeltelijk. Vertel. Je moet je voorstellen, die kanonnen bij Papendrecht, de Veerdam... Hè? Stonden schuin opgesteld als een mortier. En dan werden die zware kogels erin gestopt. En die werden over de stad heen geslingerd. En ze konden natuurlijk nooit recht ergens inkomen. Dus dat kan niet. Hij kan daar nooit ingekomen zijn. Nee, want als ik nu met mijn rug naar die kogel ga staan, dan daar kom ik niet in Papendrecht uit. Nee. Maar in een boog kom je dus wel op het dak terecht. Dus die kogel is op het dak gevallen. Van de kerk. Van de kerk. Er doorheen gevallen en waarschijnlijk in de kerk gevallen. Nou, als nagedachtenis hebben ze die kerk hier gewoon ingemetseld. Als een soort souvenir. En je kan ook begrijpen dat als die kogel tegen zo'n muur aangekomen zou zijn, dan kaatst hij natuurlijk weer terug. Nou, blijf dus hij blijft er niet in zitten. Dan blijft hij niet zo netjes in zitten. Nou hadden wij het, Henk, al over verschillende kogels die gebruikt werden in die tijd. Ja. Laten we eens naar de Kalkstraat lopen. Ja. Om daar een kogel te bekijken die anders is dan de kogels die we tot nu toe gezien hebben. Ja, klopt dat? Dat klopt. Op naar de Kalkstraat. Henk, we zijn nu bij de Grote Kalkstraat. We hadden het over die verschillende kogels die zijn afgevuurd op Dordrecht. We hebben het hier over wel een bijzondere kogel, hè? Ja. En ik weet niet of... Fokker brengt hem uiteraard in beeld. Ik hoef het helemaal niet meer te zeggen. De kogel hier. Wat kun je daarover vertellen? Dat is geen massieve kogel, dat is een zogenaamde howitzer. Dat is een holle stalen bal, ja. Daar zitten spijkers en schroot in, kruit en er zit bovenop een lont. Want je ziet ook dat er een gaatje voorin zit waar het lont in gezeten heeft. Ja. De howitzer werd gevuld met een lading. Daar werd die howitzer opgeplaatst op het kanon. En de lont werd aangestoken, de howitzer werd aangestoken en de kogel werd over de stadsmuur heen geschoten en die kwam op het dak hier neer. En dan was de bedoeling dat die lont bleef branden natuurlijk, maar ja, hij ging wel eens onderweg uit. Dat gebeurde natuurlijk. Maar in ieder geval, hij vierde hier door het dak heen en ja, hij is hier waarschijnlijk niet geëxplodeerd. Nee. Want anders had hij er nooit in gezeten natuurlijk. Nee, ik hij is er ook weer ingemetseld uiteraard. Het waren geen precisiebombardementen. Nee, absoluut niet. Het was maar lukraak. We schieten maar op Dordrecht en hopen maar dat het ergens goed terecht komt. Bij dat bombardement is er maar één gewonde gevallen. Dat eerste bombardement. Dat is een jongetje die stond bij de Mellepoort. Ja? Het straatje van de Riedijk. En die is in zijn voet geschoten. Die is nog redelijk zwaar gewond geraakt. Ja. Wat ik me afvraag, want we gaan in november vieren we, want dat staat ook op de Dordtse historische kalender van Hans Bergvoets. We vieren 200 jaar onafhankelijkheid in november. Ja. Daarom praten we ook nu over dit onderwerp met elkaar. Maar ik vraag me af, waar komt jouw interesse, Henk, nou vandaan over die beschieting van Dordrecht? Want ik zie dat jij met een boekje loopt. Misschien kun je het even in beeld brengen bij Fokko. Het bombardement van Dordrecht in het jaar 1813, Leendert van der Es. Wie was Leendert van der Es?
Leendert van der Es was een ooggetuige. Die woonde op de lijnbaan. En die hoorde 's ochtends, die 22 november om 6 uur, die geweerschoten. En uiteindelijk ook die grote kanonskogels die over de stad heen vlogen. Onder die howitzers. Ja? Hij heeft zelfs een keer gezegd dat als er zo'n howitzer overkwam, dan was het alsof het dag was. Zo fel licht. Zo fel licht was het. Maar je moet je voorstellen, in die jaren was het natuurlijk aardedonker in die stad. Hè? Aardedonker. Hmm. En de mensen werden ook verschrikkelijk opgeschrikt. Die renden in hun nachtgewaad zo de straat op. En ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. Want zo'n bombardement hadden ze nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Maar die belangstelling dan van jou voor dat bombardement? Ja. Nou, die belangstelling is omdat ik zit in een zogenaamde historische club van Kees Weltevrede. En wij bestuderen de overgangssituatie van Napoleontische tijd naar de tijd van Oranje Willem I. He, want Willem I die is weer in Scheveningen geland, die kwam weer terug. En daar ben ik toevallig tegen het handschrift aangelopen. En toen heb ik ook ontdekt dat meneer Breeman heeft het uitgetypt, dat handschrift van die Leendert van Es, heeft uitgetypt. En dat ligt nu in Stek, dat ligt in het historisch archief hier in Dordrecht. Goh. En daar staan al deze verhalen in die ik vertel. Ja, maar tot slot, want we zijn alweer aan het eind van het programma gekomen, Henk. We kunnen wel, tenminste, ik mag nu vaststellen in dit programma, dat de kogels die wij zien in die muren, dat niet de kogels zijn die er zijn ingeschoten zoals menig Dordtenaar wellicht denkt. Absoluut, daar heb je gelijk. Ze zijn allemaal ingemetseld. Mooi. We hebben weer even een andere kant van het hele verhaal gehoord. Ja. Henk, ik ga je daar heel erg voor bedanken. Oké. Okay. Ja. En nogmaals, in november zijn er verschillende herdenkingen over dat bombardement. Ik zou zeggen, houdt u vooral Dordrecht.net in de gaten, RTV Dordrecht site. Kortom, het wordt gevierd. 200 jaar onafhankelijkheid van de Fransen dan, hè, Henk? Absoluut. Oké. Okay. Ik zou bijna zeggen, dit was andere tijden, terug naar de onze. Maar dat zegt vaak iemand anders op televisie. Dit was In Gesprek Met. Tot volgende week.